Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo allemaal. Ja. Hoe gaat het? Goed. Ja? Ik heb ook aan het worden. Mm-hmm. Ik zie hem helpt ook. Manies die was ook net al wakker. Mm. Ja. Ik ga lekker eten. En dan lekker naar werk. En Foefje gaat ongeveer wakker worden. En ook lekker douchen en weer aan het werk. Mm-hmm. Ja. Ik ben kantoor zo meteen. Mm. Goedemorgen. Ik ontbijt met 2 boterhammen met hummus, sambal en verse kruiden erop. Dit is wat ik vandaag aan heb. Hemdje, broek. Ik ga zo meteen naar kantoor met Chinese en daarna weer terug naar huis om te filmen. Dus ik wissel sowieso van kleding. En ik wil nog niet te vroeg juichen, maar ik heb een nieuwe routine voor mijn gezichtsverzorging. En ik ben er best wel tevreden over. De puistjes zijn echt bijna allemaal weg inmiddels. Oeh. Oh mijn god. Siem. We hadden dus gisteren een beetje door dat Siem heel vaak naar de wc ging om te plassen, maar er kwam niks uit. En we dachten eerst dat hij een spelletje aan het spelen was, maar toen op een gegeven moment ben ik erbij gaan zitten en even goed gaan luisteren. En toen hoorde ik dat er echt maar een druppeltje uitkwam. Maar hij zat ook heel erg te mouwen. Zo van, alsof het niet goed ging. Dus ik dacht, een beetje vreemd. Misschien heeft hij last van zijn buik of ik weet niet. Maar het was nu dus weer. Dus ik heb even de dierenarts gebeld. Zo van, misschien is hij... En die zegt, ik moet per direct nu langskomen. Want misschien overleeft hij het al morgen niet. Ik dacht echt, wat? En Chinese is nu hier beneden, dus ik ga even met haar dan maar samen naar de dierenarts met Siem. Oh. We zitten bij de dierenarts. Chinese is mee geholpen. Hij is heel stil. Zegt niks, normaal zit hij hier helemaal te miauwen en zo. Maar... Welkom bij mijn beautygloss kantoor. Even kijken... Nou, we zijn klaar hier. Ik heb het bureau opgeruimd voor een opgeruimd video. En nu gaan we naar huis om te filmen en te doen en verder te werken. Chinese heeft pauze aan het houden en ik eet thuis mijn soepje terwijl ik verder ga werken. Lekker groenten, tofu, stukjes vlees. Hoi, vandaag heb ik voor jullie de jaarlijkse back to school look. Ik heb zojuist de back to school look gefilmd en Chinese is inmiddels weer naar huis. We hebben gewoon lekker zitten werken hier thuis. En mijn vlechtje. Ik was de hele tijd ook met Siem bezig. Ik heb me op een gegeven moment opgesloten in de badkamer. Want ik moest met de kattenbak, met die korreltjes om urine op te vangen. Maar nope, hij wil het niet. Hij wil niet plassen. Dus, maar er is niks ernstigs aan de hand trouwens. Ik heb helemaal niet eens gefilmd hoe en wat. Maar er is dus iets met zijn blaasje en hij heeft een blaasontsteking. Maar het is niet dat zijn blaas verstopt is. Dat is dus heel gevaarlijk en dan kan het over een paar uur klaar zijn. Maar nee, het is puur gewoon... blaasontsteking en ik moet urine afgeven om te laten zien wat, dan gaan ze kijken wat het precies is, maar... Hij heeft ook pilletjes gehad, de zieligerd. Siempje. Hey Siem. Oh, lekker van het zonnetje genieten. Ja. En Manies ook, hè? Foefje is er! Ja, ik ben er al een tijdje. Oké, we gaan nu naar mijn broertje, die is jarig. Yes. Dan gaan we op bezoek naar de andere kant van Nederland. Tisje, hi. Hallo. Ja. Ja. Oeh, lekker trappelen. Ik ga bijna een boog schieten. Wacht, ik ga heel cool achter je staan, dan ziet het er beter uit zo. Ik heb zometeen nog een coole shot, denk ik. Daar mikt hij op, toch? Ja. Zo. Weet je wie je nu bent? Je bent Katniss. Ga je nog schieten voor? Waar ging die in? De bovenste. Hij zit in de roos. Maar zo zeg maar. En... Ja. Waar zit hij nou? Dit is die hele dikke. Mm-hmm. Goed zo. Yeah. Wat in blauw? Zo zie ik. We zijn weer thuis. Ik ben echt tevreden over hoe mijn haar nog zit na... Mijn supersnelle back to school trucje. Met de vlechtjes heb ik ook nog in. Die ga ik zo maar even uithalen. En
Ja, het is bijna 1 uur 's nachts geloof ik. Ja, nee, we moeten echt gaan slapen. Ik had een to-do dingetje gemaakt vanochtend. Zo van, ik moet dit doen, dat doen. Maar ja, ik ging toen naar die dierenarts en het is een beetje half in de soep gelopen. Ik hoop wat kunnen doen. Dus morgen even extra doorwerken. Dag, Rusten. Dag, Rusten.